know what you want to do with that, right? You want to put a banging on it. Yo YouTube, Basin hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we eens beginnen met iets anders. En ik ga jullie eerst eens een kort schaderapportje geven. Een schaderapport van de situatie at the moment. Dus zoals jullie waarschijnlijk al weten, ik zit helemaal niet op examenschema. Er is geen schema. En als er een schema was, dan ging ik er ook niet op zitten. Ik ben nog niet begonnen. Ik begin met mijn examens nu donderdag. Vandaag maandag. Ik heb nog niks gedaan. Mijn cursussen liggen nog steeds allemaal hier. En ik heb ook nul examengevoel. Ik voel geen examens. Ik voel zomer. Zit in de zomervakantie. Ik meen dat. Het is gewoon... Ja, het is al zomer voor mij. Ik ben oké. Omdat ik superveel vragen heb gekregen. Of dat ik nog eens een try not to puke challenge wil doen. Eigenlijk heb ik daar geen aanvraag voor gekregen. Maar die video is gewoon veel bekeken. Dat betekent dus veel YouTube money. En er waren eigenlijk wel redelijk veel mensen die part 2 wouden. Maar voor ik een part 2 ga doen, geef ik jullie even een korte disclaimer. Deze try not to puke challenge is viezer, vuiler, enger en echt veel pittiger dan de vorige. En deze zijn het geen cartoontjes, zijn het geen tekeningen. Nee, deze is het allemaal real shit. Dan heb ik het over bloed, hechtingen, oorsmeer, vuisten, vieze shit. Dus als je net gegeten hebt of zo, of als je nog van plan bent om iets te eten, of als je aan het eten bent, staat even alles aan de kant. Geen easy peasy lemon squeezy zoals de vorige keer. Het is pittig. Dames en heren, blijf zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Dames en heren, dus zoals ik jullie gezegd heb, vandaag is het geen poep kak seks. Vorige Try Not To Puke Challenge, die al bijna een jaar geleden is, was de opwarming. Vandaag gaan we niet naar een beetje beelden en gifs kijken van vieze dingen. Vandaag gaan we gewoon naar een vieze video kijken. Vieze video. Even vieze als deze bril. Ik geef jullie nog één keer een waarschuwing. Deze video is vies. Er zit vieze shit in. Het is allemaal toegestaan op YouTube. Ik heb het allemaal gecheckt speciaal voor jullie. Voor die mensen die heel graag bowlen. Het is allemaal legaal. Het mag allemaal op YouTube. Maar het is erg. Het enige wat ik kan doen is jullie zeggen van, yo, kijk hier niet naar, want het is wel pittig. Maar oké. Okay. Deze video bevat vuile beelden die sommige mensen kutte en rotte gevoelens kunnen geven. Dus ja, als je er klaar voor bent, dan zou ik zeggen, geef je nog even tijd om weg te gaan als je er geen zin in hebt. Ja, jullie gaan niet weg. Jullie blijven kijken. Let's go. Hey. How long can you watch this video? Warning, this video contains graphic content. Oké, okay. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoop het, want ik ben er wel klaar voor. Dus let's fucking go. Hey, ik zit, waar is de video? Moet de video normaal nu niet komen? Mijn video is gestrikt, fucking BuzzFeed. Ja, gestrikt is een groot woord. Mijn video is geclaimd. Ik edit hier 3 uur aan een fucking gekke video. Echt, die video was zot geëdit. Ik heb nog een stukje. Ik heb eigenlijk gewoon het grootste stuk van de video nog in laten staan. Maar echt, snap je waarom ik YouTube haat? Dat was mijn creatie. En blijkbaar mag je fair use gewoon stukken gebruiken uit video's. Fuck you, BuzzFeed. Krijg de grootste fucking eet. Er zijn fucking veel mensen die reageren op mijn video's en dan laat ik dat wel gebeuren, maar als ik één keer reageer op een video van jullie is het meteen, hey, get the fuck out of YouTube, you filthy fucking son of a fucking bitch. Kijk, ik heb deze mooie tekening gekregen van een meisje die net aan mijn huis kwam. Kijk, dat ben ik. Ik ben zo boos, hè, zo fucking boos, dat ik deze video gewoon laat online staan, snap je dat? Zo fucking boos ben ik, dat ik jullie gewoon prank, dat het gewoon een fake video is. Heel deze video is fucking fake. Behalve de videotitel en zo natuurlijk. Kijk, ik ben zo boos dat ik hier zo lang aan heb gewerkt en al. Kijk, willen jullie iets vies zien? Willen jullie iets vies zien dat toch een try not to puke challenge is? Kijk, try not to puke bij het zien van dit dicht gebrand gat in mijn hand. Fucking kutzooi. Echt, ik ben zo boos. Waarom gebeurt het altijd bij mij? Ik zie duizenden YouTubers doen wat ik doe. Als ik het doe, dan is het helemaal fucked. Ik kon de video ook niet online zetten. En dus als jullie denken dat ik een geldwolf ben of zo, dat is niet zo. Beetje wel. En ik hou van geld. Maar kijk, als ik die video online kon zetten en ik zou er geen geld aan verdienen, dan zou ik het niet eens zo erg vinden. Maar ik kan het niet. Hij is wereldwijd geblokkeerd. Ik kan er geen geld op verdienen, maar ik kan hem ook gewoon niet openbaar zetten. Ik heb mijn Snapchat daarvoor. Oké, dames en heren. Omdat ik zo pist ben, ga ik toch nog mijn afterreactie laten staan. Dus ja, hier komt de reactie van mij. Yo, ik ben boos. Get the fuck out. And watch this video. Hey, mooie flesjes water of niet? Volgens mij was het vuilste gewoon die puisten op het einde. Want kijk, hey, dit is echt raar dat ik dit ga zeggen naar jullie. Maar ik vind het heel leuk om puisten uit te drukken. Ik vind dat geweldig. Maar als je dat ziet, daar bij sommige mensen zo echt dikke, gele, vage, witte kut shit is het. Ah, wij zijn dat zo'n kleine jupjes. Dames en heren, omdat ik enorm veel van jullie hou, komen er vandaag 2 video's online. Omdat ik dacht van, misschien als sommige mensen het echt niet leuk vinden om zo te kijken naar zo'n Try Not To Puke Challenge. Dus dames en heren, stay tuned voor dat. Die video komt straks online. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, lieve bitches. By the way, ik heb een nieuwe outro gemaakt. Let's go. No!
Haha, goeie claim, BuzzFeed krijg aids.